Er wordt mij best wel vaak gevraagd: Marenka, hoe krijg jij nou zoveel gedaan uh, in een relatief korte tijd? En ik vind dat altijd een hele grappige vraag wanneer ik die krijg. Want voor mijn gevoel krijg ik niet extreem veel gedaan. Uh, ik zou wel eens meer gedaan willen krijgen. Maar aan de andere kant krijg ik wel die dingen gedaan die ik zelf ook heel graag neer wil zetten. Um, en wanneer ik dat vergelijk met andere mensen, dan. Kan ik heel efficiënt zijn in ieder geval? En ik heb ook echt moeten leren om mijn dagen zo in te delen dat ik op mijn meest efficiënt ben. Want ik heb nu eenmaal niet super veel tijd om aan mijn werk te besteden. Uh, ik werk namelijk op dit moment ongeveer 20 uur in de week, als ik het zou moeten zeggen. Maar dat verschilt natuurlijk per week. Uh, maar ik werk in principe tijdens de schooltijden van mijn zoontje. Dus dat is uh, op maandag, dinsdag en donderdag van half negen tot ongeveer drie. Um, op woensdag is dat alleen de ochtend. En op vrijdag is dat alleen de ochtend. Dus dan uh, ben ik rond half negen thuis. Want wij uh, het, de school is hier echt nou misschien 100 meter van ons huis af. Dus dat is heel handig. Uh, en rond een uur of twaalf. Dan uh, ben ik uh, op de woensdag en de vrijdag dus ook. Uh, moet ik weer klaar zijn met werken, want dan uh, komt mijn zoontje weer thuis en dan ben ik dus met hem. Um, wat ik doe in die uren dat ik werk, dat uh, besteed ik aan verschillende taken natuurlijk. Allereerst is dat het helpen van mijn klanten. Dus ik heb daar in die uren heb ik de sessies met mijn klanten. Dus ik coach je op persoonlijke ontwikkeling, het, het loslaten van patronen. Die sessies gaan best wel diep. Uh, die sessies kosten mij ook redelijk wat energie. Um, en die duren gemiddeld een uur, zo'n sessie. Daarnaast help ik ook mijn klanten die een boek aan het schrijven zijn en die dat gaan uitgeven, ook helemaal geweldig om te doen. Uh, ik lees hun boeken daarin ook iedere keer mee en ik heb sowieso met mijn klanten regelmatig appcontact. We sturen uh, voiceberichtjes en tekstberichtjes en uh, e-mailberichten natuurlijk. Uh, daarnaast krijg ik ook vragen binnen via de e-mail die ik beantwoord. Met um, social media hou ik bij met stories, reels, um, posts. Ik maak natuurlijk hier video's. Dat doe ik tegenwoordig ook. Iedere week maak ik minstens twee nieuwe video's. Eentje over persoonlijke groei, eentje over boeken schrijven en uitgeven. Um, ik verstuur daar nieuwsbrieven over. En daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen boeken. Die worden ook bij mij besteld en die pak ik zelf in. En die zorg ik ook zelf voor dat ze verzonden worden. Um, maar ik moet zeggen, hè, bij het verzenden van die boeken, dan schakel ik regelmatig uh, de hulp in van mijn man. Die vindt het namelijk altijd fijn om eventjes uh, naar, uh, ja, ergens naartoe te kunnen lopen met een, een duidelijk doel. En dan dus zeg ik, hier zijn mijn pakketjes. Ga jij ze alsjeblieft voor mij wegbrengen. Dus. Uh, in die zin heb ik daar hulp bij. Maar verder mijn klanten, et cetera. Uh, dat doe ik allemaal zelf. Ik heb dus ook niemand op dit moment uh, die ik inhuur om bepaalde taken voor mij uit te voeren. Uh, ik heb dat in mijn vorige bedrijf wel gehad, omdat het toen echt veel te veel was. Um, maar nu vind ik het eigenlijk wel heel erg lekker om het gewoon zo op mijn eigen manier te doen. En. Um, Daarnaast heb ik natuurlijk ook nog projecten die ik regelmatig opzet. Ik heb heel vaak weer inspiratie voor iets nieuws waarvan ik weet: oh, dat wil ik echt neer gaan zetten. Uh, maar ik heb ook wel moeten leren. Ik kan namelijk geneigd zijn om daar dan meteen in te duiken. Maar ik heb dat moeten leren plannen. Echt moeten leren: van oké, okay, uh, dit voelt heel goed. Ik wil dit op gaan zetten. Maar. Um... Nou ja, ik heb mezelf weer inmiddels leren kennen. Ik weet ook dat ik, als wanneer ik te snel in een project spring en daarmee aan de slag ga, terwijl het eigenlijk niet 100% goed voelt, dan kost het me heel erg veel moeite om het af te maken. En dat, dat kost echt veel te veel tijd en energie. Dus ik wacht nu langer voordat ik aan een nieuw project begin, zodat ik op een gegeven moment heel duidelijk ruimte kan maken, ook in mijn agenda van oké. Okay, die, die maand of die maanden, die staan in het teken van het ontwikkelen van dat project. En dat kan bijvoorbeeld zijn een online programma, het schrijven van een nieuw boek, noem het maar op. Um, ik zorg ervoor dat ik daar ruimte voor heb. En ik zorg ervoor dat die aanloopperiode daarnaartoe, uh, dat die eigenlijk voor mij lang genoeg is om zeker te weten dat dit heel erg goed voelt. En ik ook dus alles eigenlijk al soort van hier en daar heb verzameld, om dat in één keer op te kunnen zetten. Uh, ik voel nu bijvoorbeeld ook een project die voel ik al heel erg lang. Het heeft te maken met breathwork. En ik denk dat dit al zeker wel, nou zeker een half jaar, ik denk al langer dan een half jaar, knaagt dit. Van ja, ik wil dat een keer gaan doen. Uh, alleen ik weet nog niet precies hoe. Ik weet ook wanneer ik daar nu in ga springen en dat neer ga zetten. Um, dat het mij dan meer moeite kost dan het zou hoeven te kosten. Meer tijd kost dan het zou hoeven te kosten. Meer energie kost, nou, noem het maar op. Um, dus ik doe dat nu nog niet. En aan de ene kant, vroeger noemde ik dat dan van mezelf uitstelgedrag. Van ja, je kan dat nu toch ook doen. En ja, er is zo'n strenge stem, die we denk ik allemaal wel kennen, die dan zegt: hop, gewoon doen, ga door, ga ervoor. Maar ik weet dat wanneer ik zover ben, dan krijg ik een energieboost al van tevoren. Dan voel ik ja en nu, nu gaat het gebeuren. En op dat moment. Kan ik redelijk snel schakelen, dan ga ik dat ook doen. En dan voer ik het uit, dan maak ik het af en dan zet ik het neer. En dat maakt dat het lijkt alsof ik dan heel erg veel gedaan krijg in een korte tijd. Maar ik heb eigenlijk geleerd om al die onnodige tijd die je daar omheen kan besteden... om die voor me te laten gebeuren, zeg maar. Dus ik zorg ervoor dat ik op het juiste moment in actie kom door dat aan te voelen. En daarvoor heb ik natuurlijk... Ook weer moeten leren uh, om te weten van oké, okay, wanneer voelt het nou echt goed om in actie te komen? En wanneer is het een soort van uh, valse start? Wanneer denk je van oké, okay, ik ga het doen, terwijl ik mezelf dan eigenlijk aan het pushen ben om het te doen? Dat maakt voor mij um, ook dat ik een soort mindset shift heb kunnen maken. Want ik denk niet dat ik nu, wanneer je het over een heel jaar neemt, meer gedaan krijg dan dat ik dat. Voorheen deed, maar ik krijg het gedaan met veel meer rust en veel meer tijd voor mezelf tussendoor, dus ik krijg niet meer gedaan, maar dat wat ik gedaan krijg, doe ik in minder tijd en dat geeft voor mij zoveel vrijheid en zoveel ruimte, en ik vind dat echt heerlijk. Um, maar voorheen dacht ik. Kwam ik uit de mindset van: Ik moet zoveel mogelijk gedaan krijgen. Oké, okay, ik heb nu tijd om te werken. Dus ik moet die tijd ook besteden aan mijn werk. En dan ging ik mezelf daardoor heen zitten pushen. Oké, okay, nee, ik moet nog zoveel uur. Eigenlijk een, een, een werken in loondienst mindset. Ik moet nog zoveel uur. Dus ik moet ook nog zoveel uur gefocust werken aan dat en dat en dat. En ook al had ik dan niks meer te doen. Uh, wanneer ik dan bijvoorbeeld een rondje wilde gaan wandelen. En ik was al ondernemer, voelde ik mezelf als het ware nog schuldig naar mezelf. Van ja, maar dat kan toch niet? Um, en dat heb ik echt heel lang gehad. Dat ik voelde dat zodra ik mijn leven ging indelen op een manier die echt voor mij werkte, waarbij ik dus én efficiënt kon werken, en tijd voor mezelf had, en gewoon echt lekker in mijn vel zat, dat ik dat voor mezelf ging faciliteren. Kwam er altijd zo'n stemmetje wat zei: hé. Hey, ja, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn? En dat is, hey, je bent lui, dat begon ik dan mezelf te vertellen bijvoorbeeld. Um, en, en wat doe je eigenlijk weinig? En al die andere mensen die werken zo hard en jij niet. En hè, hoe kun jij nou denken dat dit dan voldoende is? Daar heb ik zoveel rust in moeten creëren om, om daar voorbij te komen en mezelf wel de toestemming te geven om mijn leven in te delen op een manier die voor mij werkt. En dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste um, om minder, of eigenlijk net zoveel gedaan te krijgen als nu, of meer gedaan te krijgen als dat je nu gedaan krijgt um, in minder tijd of in evenveel tijd. Voor mij begint het namelijk iedere dag weer met kijken naar wat ik nodig heb. En. Dat is best wel even een omschakeling wanneer je gewend bent om te kijken naar je lijst met dingen die je nog allemaal wil of moet doen. Wanneer je meteen naar die to-do-lijst kijkt. Oké, okay, ik moet dat, 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 dat gedaan krijgen. Um, dan ben je geneigd om dat eigenlijk meteen uit jezelf te stappen en jouw aandacht en je energie naar jouw taken toe te brengen. Ik doe het zo dat ik eerst naar mezelf kijk. En natuurlijk heb ik ook een planning. En ik zal je zo meteen uitleggen hoe ik die precies samenstel in de week. Um, ik heb een planning. Alleen ik ga eerst namelijk In die planning zit heel veel ruimte voor mezelf geïntegreerd. Dus ook ik weet op welke dagen ik afspraken maak met mijn klanten. Uh, ik weet op welke dagen ik bijvoorbeeld graag. Video's opnemen om te gaan delen. Dat heb ik wel vast ingepland, maar ik zorg er iedere keer voor dat ik ruimte heb waarin ik mezelf kan geven wat ik nodig heb. En ergens heb ik daarin ook wel eens het gevoel gehad van: ja, maar mijn werktijd is werktijd, en daarna ben ik met mijn zoontje en dat vind ik ook dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik hartstikke leuk, daar niks negatiefs over. Alleen het voelde alsof er ergens iets moest schuiven voor mij, om ook tijd voor mezelf daartussendoor te krijgen. Want anders ga je iedere keer in een nieuwe rol stappen en vergeet je de rol van jezelf aan te nemen. He, want als ik wakker word, dan heb ik eerst voor mijn zoontje te zorgen eigenlijk zorgen dat hij naar school gaat. Vervolgens kan ik aan het werk en dan ben ik dus moeder. Vervolgens ben ik ondernemer uh, en coach. En uh, ja, welke rol ik allemaal daarin heb. Vervolgens ben ik weer moeder. En nou dan s'avonds. Ik hoef s'avonds niet meer te werken. Want dat, dat gaat niet voor mij. En ik heb s'avonds ook niet echt de energie om uh, wat dieper zelfwerk te doen. Bijvoorbeeld. Om echt tijd aan mezelf te besteden. Als ik wil gaan hardlopen, dan wil ik dat doen buiten. Wanneer de zon schijnt. Wanneer het gewoon overdag is. Ik wil niet s'avonds in het donker. Met een lampje op mijn hoofd, en met helemaal volgepakt met reflectoren, uh, op pad gaan. Want er, ik word daar niet gelukkig van. S'avonds wil ik naar binnen keren en rust hebben. Dus ook dat heb ik zo ingepland. Dus waar ik ruimte kon maken, was in de tijd dat mijn zoontje op school zat. Zit. Um, en dat vond ik ook lastig. Ik bedoel, hij is, uh, is 4,5, dus hij gaat uh, ook nog maar ongeveer een half jaar naar school. Um, en dat heeft echt wel mijn. Mijn dagen opgeschud. Want daarvoor had ik op bepaalde dagen gewoon oppas. Dan had ik een hele dag om te werken, uh, maar dat had ik dan drie keer in de week. En nu is dat geschakeld naar vijf dagen in de week die ik kan indelen op een manier die ik wil wanneer hij op school zit. Dus ik heb echt moeten voelen: oké, okay, wanneer kan ik dan nu mijn klanten helpen? Wanneer kan ik nu die taak doen? Wanneer kan ik die taak doen? Wanneer werk ik aan dat project? Um, en daarin iedere keer weer mezelf toestemming geven om mezelf en mijn eigen behoeften op één te zetten. Want dat is waar het uh, ook wel een klein beetje mis is gaan tussen haakjes. Ik heb er vooral veel van geleerd natuurlijk. Maar uh, toen hij namelijk op school zat, dacht ik. Oh, dan heb ik vijf dagen oh, in plaats van drie. Vijf dagen. Dat voelde echt als rijkdom. Ik heb veel meer tijd voor mezelf. Heerlijk. Maar waar het op neerkwam was dat ik eigenlijk van half negen... misschien begon ik dan een keer om negen uur... tot drie op die langere schooldagen... Um, volop aan het werk was. Ik was gewoon echt... Ik nam eigenlijk... ochtends nam ik een hap adem. Dan ging ik aan het werk, nam lunchpauze, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik ademde pas uit om drie uur. Nou, dat was natuurlijk niet vol te houden op die manier. Um, en dus ik mocht echt weer terug naar wat heb ik nodig. Um, hoe ik dat dus doe in mijn, um, in mijn week is: ik heb meestal op maandag, woensdag en donderdag spreek ik klanten. En ik doe dat ook het allerliefste in de ochtend. Niet iedere klant kan, uh, kan in de ochtend, maar echt, maandag, woensdag, donderdag zijn in principe mijn, de dagen waarin ik mijn klanten help. En dan heb ik daar de ochtend voor vrijgemaakt. Um, dat wisselt heel erg, want ik spreek mijn ik heb sommige klanten spreek ik iedere week, andere klanten om de twee weken. Uh, klanten die een boek uitgeven, daar die spreek ik wanneer dat nodig is. Dus dat kan de ene keer heel intensief zijn en daarna, als het schrijven bijvoorbeeld lekker gaat, dan hoef ik hen niet persoonlijk te spreken. En met de teksten die ze naar mij sturen, ben ik dus veel flexibeler. En die kan ik namelijk oppakken wanneer ik dat wil. Uh, dus als zij mij een tekst sturen, ik wil daar redelijk snel op reageren, dan kan ik in mijn week kijken van oké, okay, uh, dit is een, een wat meer ontspannen activiteit voor mij. Dus ik doe dat bijvoorbeeld op donderdagmiddag, om maar iets te noemen. Dus dan kan ik dat zelf flexibeler indelen en dat geeft mij dus ook nog meer ruimte om te kijken naar wat ik daarin nodig heb. Dus dat zijn de dagen waarop ik klanten spreek en dan nogmaals de ochtend. In, op woensdagmiddag is mijn zoontje natuurlijk thuis. Soms gaat hij ook wel eens naar zijn opa en oma om daar lekker te spelen. Maar ik besteed de middag dan meestal niet meer aan werk. Meestal ga ik dan uh, bijvoorbeeld een boek lezen wat ik nog wilde lezen, of ik ga lekker wandelen. Uh, en als er iets is wat nog is blijven liggen wat ik graag wil doen, nou, dan kan het zijn dat ik dat op woensdagmiddag doe. Um, soms moet ik bestanden uploaden, wat wel eens heel lang wil duren. Um, nou, ja, dan kan het zijn dat ik dat aanzet en in de tussentijd ga ik iets anders doen. Maar op de maandagmiddag en op de donderdagmiddag geef ik mezelf de ruimte om bijvoorbeeld lekker te gaan hardlopen. Um, om bijvoorbeeld geïnspireerd een social media post te maken. Dus ik voel echt aan van oké, okay, wat komt er in mij door? Wat mag ik nu gaan doen? Um, en dat laat ik ook door me heen komen. En ik ga dan heel bewust aanvoelen, oké, okay, ik voel die inspiratie. Is dit nu het moment om dat te doen? Of mag dit nog verder landen? En ja, ik weet, dat is geen exacte wetenschap. Um, maar hoe meer je daarbij stilstaat, hoe makkelijker je aanvoelt wat voor jou geldt. Dat wil ik je echt meegeven. Oefen daarmee. Want jij gaat dan een keer in actie komen wanneer het eigenlijk niet het juiste moment is. En dan voel je dat ook meteen. En dan weet je, oké, okay, als het zo voelt, kan ik daarin schakelen. En dan weet ik dus dat ik nog even misschien mag wachten. Um, er zijn ook weken waarin ik wat minder energie heb. Daar hou ik rekening mee. Uh, waardoor ik dus weet van oké, okay, deze week mijn energie zit niet super lekker. Is dan nu het moment om helemaal geïnspireerd te gaan praten over iets wat mij bezighoudt. Nee, maar ik schrijf het idee op en ik plan het in voor de week daarna. En dan gaat het wel. Dus op die manier hou ik daar rekening mee. Maar het is voor mij iedere keer eigenlijk heel bewust stilstaan. Wanneer ben ik geneigd om mezelf een schop onder de kom te geven? En dat is iets wat voor mij echt niet meer werkt. Want dan ga ik mezelf pushen. Uh, ik ben namelijk van nature iemand die um, heel makkelijk uit zichzelf gemotiveerd is. Uh, sommige mensen hebben bijvoorbeeld makkelijk afspraken nodig met andere mensen om iets gedaan te krijgen. Uh, andere mensen die vinden het weer moeilijk, dat zijn uh, de rebellen noemen ze dat. Um, die vinden het moeilijk om afspraken met zichzelf en met anderen na te komen. Dus die hebben weer een andere manier waarop zij in actie komen. Voor mij, wanneer ik met mezelf een afspraak maak, dan kom ik die na. Dat weet ik van mezelf. Dus als ik iets wil doen, hoef ik mezelf niet die extra zet onder mijn kont te geven. Van hop, ga er nou voor en hop, doorgaan en niet zeuren. Dat is mijn oude patroon, wat nog wel eens een klein beetje om aandacht vraagt. Maar omdat ik daar al zoveel zelfwerk op heb gedaan, is het veel zachter geworden. Het is veel meer op de achtergrond. En ik weet nu ook wanneer dat omhoog komt en waar ik dan naar mag kijken. Dus ik kan daar veel makkelijker in schakelen. En daardoor weet ik dus ook wanneer ik geneigd ben om, uh, om die stem de overhand te laten nemen. De leiding als het ware te laten nemen. En wanneer ik daarin dus ook weer meteen terug mag schakelen: van nee, ho, eens even. Dit is niet de manier waarop ik wil leven. Ik ga daarmee voorbij aan waar ik echt behoefte aan heb. Um, en dus ga ik, nou ja, wat ik op dat moment echt nodig heb, dat kan ik mezelf dan geven. Op die manier doe ik dat. Um, dus de maandag, don, maandag, woensdag, donderdag in de ochtend zie ik mijn klanten. Ik was even afgedwaald naar uh, iets anders. Maar uh, op de dinsdag neem ik video's op over het algemeen. Ik zorg dan ook, want ik weet van mezelf wanneer ik en klanten spreek in sessies die best wel diep gaan, ben ik over het algemeen minder effectief. Als ik daarna ook nog uh, iets geïnspireerd wil delen. Ik wil deze video's namelijk echt opnemen omdat het mij inspireert. Omdat ik het gaaf vind om ze op te nemen. En niet omdat dat nou heel specifiek op mijn lijstje staat. Van nou, dit past er nog ergens in een gaatje in mijn agenda. Dus doe ik dat dan nu maar. Nee, ik wil het doen omdat ik dit nu gewoon ontzettend leuk vind om te doen. En ik weet al van mezelf, op dinsdag is over het algemeen mijn meest effectieve dag daarvoor. Dus... Eigenlijk staat er in die dag maar heel weinig op mijn planning. En dat is gewoon puur één video opnemen over persoonlijke groei, één video opnemen over boeken schrijven en uitgeven. En ik heb dan in de loop van de week een lijstje wat ik bijhoud met onderwerpen die daarvoor omhoog komen. Dus die schrijf ik even op, zodat ik op het moment zelf daar eigenlijk alleen maar mijn energie hoef te steken in het kijken naar dat lijstje. Kijken naar, oké, okay, welk onderwerp. Ik kijk nu naar het lijstje ook. <laughs> kijk naar, welk onderwerp raakt mij nu het meest? Welke inspireert mij? Welke mag ik nu meer over gaan vertellen? Daar ga ik in mee. Dus dat ga ik dan delen en vervolgens zorg ik er natuurlijk ook voor dat dat online gaat komen. Um, en ik merk dat als ik het eenmaal heb opgenomen, dan is die volgende stap gewoon uh, veel kleiner en makkelijker. Dus dat is. Eigenlijk Voor het overgrote deel hoe ik mijn dagen indeel en die, die tijd daaromheen is dus voor uh, mijn bestellingen wegwerken, uh, e-mails beantwoorden, klantcontact, um, maar ook gewoon lekker gaan wandelen. Ook gewoon iets uitzoeken wat ik nog uit wilde zoeken. Uh, iets lekkers bakken, een wat uitgebreidere lunch voor mezelf maken, rondje hardlopen omdat ik daar heel veel zin in heb. Um, ik hou de vrijdag daarom ook bewust. Ik weet dat ik dan alleen de ochtend heb. En liefst, het liefst werk ik op die vrijdagochtend zo min mogelijk. Soms plan ik iets in, uh, net als bijvoorbeeld um, aanstaande vrijdag ga ik een, een breathwork-sessie voor een uh, groep geven. Dat doe ik online en dat vind ik dan heel erg leuk en fijn om dat op de vrijdagochtend te doen, want ik weet dan kan ik daar mijn aandacht en mijn energie aan besteden. En dan hoef ik daarna even helemaal niks meer. Dan is het voor mij eigenlijk al weekend. Dus die begin ik alweer met die tijd voor mezelf. Daarna haal ik mijn zoontje op en dan begint het weekend echt. Um, maar wat ik ook wel eens doe op vrijdagochtend is: gewoon oké. Okay, ik hoef eigenlijk niet zoveel meer te doen qua werk. Uh, er is niks wat nu acuut mijn aandacht vraagt. Dus ik ga een lange duurloop doen. En soms ben ik dan gewoon een paar uur weg in de ochtend, ga ik douchen. Nou, dan is het 12 uur, ga ik mijn zoontje weer ophalen. Uh, dus ik maak daar ruimte voor. Ik maak daar gewoon ruimte voor, omdat ik het belangrijk vind. Dus aan de ene kant is het heel erg um, om, om efficiënter te werken, heb je het nodig van jezelf, de kennis. Hoe ben jij efficiënt? Wanneer ben jij efficiënt? Ik ben niet geschikt voor loondienst. Echt niet. Ik kan niet acht uur lang op één plek zitten en mezelf focussen op één ding. Mijn focus houdt op na een uurtje of twee. Wanneer ik er ongeveer twee uur, soms iets langer, kan focussen op één taak, dan ben ik zo efficiënt geweest als ik kon in die dag. Wanneer ik dat nog probeer langer vol te houden, dan komt het niet meer, krijg ik het niet meer uit mijn handen. Waardoor ik erachter kwam dat als ik... 8 uur lang probeer te focussen op die taak, ik net zoveel gedaan krijg als ik ook in die twee uur gedaan krijg. Maar dan met een energie die helemaal klopt, waardoor het echt eruit vliegt. En daaromheen hou ik gewoon lekker veel tijd en ruimte over om mijn eigen energiesysteem te voeden. En om lekker in mijn veld te zitten, om aan mezelf te werken. Um, om, nou ja, noem het maar op, te doen wat mij inspireert. En daardoor word ik dus steeds efficiënter. Maar dat is echt een, een soort patroon wat je dus ook mag doorbreken. Ook door actie te ondernemen en het echt anders te gaan doen. Um, Want zonder mezelf die toestemming te geven om ook echt op die manier te gaan werken, lukt het niet. Dan voel je wel van, oh, dit kan ook op die manier. Maar wanneer je daar niet naar handelt, dan gaat het natuurlijk ook niet. Uh, ja, dan ga, je, dan ga je het niet realiseren. Um, verder is het heel belangrijk om te weten wat voor jou echt belangrijk is. Zoveel mensen richten hun aandacht op alle randtaken die ook nog een keer gedaan moeten worden. En misschien zou ik dat wel of niet. En meestal hoeft dat niet. Echt niet. Ik heb het moeten leren omdat ik chronisch vermoeid was. En dus niet de energie had om mezelf te richten op dingen die niet belangrijk waren. Maar iedereen. Kan dat onderscheid leren maken? Iedereen kan dat onderscheid leren maken. Wat is echt belangrijk en wat maak je belangrijk terwijl het eigenlijk niet is? Want meestal zit daar weer een mooi patroon onder natuurlijk. Uh, waarin je het gewoon heel erg eng vindt om datgene te doen wat het, het verschil maakt. Wanneer jij het eng vindt om datgene te doen wat het verschil maakt. En dus als het ware in jouw grootheid te stappen. Ik weet even niet hoe ik het anders moet omschrijven. Ook al is dit cliché, maar um, dan, als jij dat, daar, daar een soort blokkade op hebt en dat hebben heel erg veel mensen, het um, voelt dan niet veilig om dat te doen, dan ga je je focus verleggen naar al die andere dingen, al die dingen waarvan je denkt, ja, oh ja, dat moet ook nog een keer gebeuren. Hè? Dan ga je bijvoorbeeld uh, uh, eindeloos in Canva knutselen. Ik weet het, ik vind het ook een fantastisch programma. Uh, dol op Canva. Maar je kan er ook jezelf weer verliezen. Uh, dan ga je denken: oh, ik maak even een Instagram post. Vervolgens ben je twee uur verder en heb je dus twee uur lang zitten scrollen op Instagram. Misschien heb je die post ook gemaakt. Uh, of misschien ook nog niet eens. Um, of je bedenkt: van, oh ja, dan moet ik dit nog doen en dat nog doen. En dan ga je overal dwars door elkaar heen werken. Um, dat werkt ook niet. Ik kan redelijk multitasken, maar ik werk het best wanneer ik me steeds op één ding tegelijk focus en ik me binnen mijn dag niet te vaak mijn aandacht moet verleggen naar weer een andere taak. Dat maakt voor mij ook een groot verschil. Um, wanneer ik namelijk tien verschillende dingen op één dag moet doen, dan moet ik iedere keer switchen. Wat mijn hoofd heel makkelijk doet, is dan eigenlijk taak 1. Oh ja, en ik heb taak 8 ook nog. En taak 7 en taak 10, die moeten ook nog strak. Dan ben ik tijdens taak 1 ook dus energetisch al bezig met die andere taken. Voor mij werkt dat niet. Dus ik plan zo min mogelijk op een dag. En ik kijk iedere dag, wat is nu echt belangrijk? En ik vertrouw er ook op dat die kleinere dingen waarvan ik denk ja ze zijn nu niet echt belangrijk maar ze zouden uiteindelijk wel een verschil kunnen maken. Ik vertrouw erop dat er gaten in mijn agenda ontstaan. En dat gebeurt iedere keer. Het gebeurt ook echt, um, waarin ik dan energie en motivatie heb en inspiratie heb om dat gewoon aan te pakken, gedaan te krijgen. Teken van oké okay, dit stond nog hop 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 dan werk ik het af, dan ben ik zo klaar. Dan kost het heel veel minder moeite dan wanneer ik dus mezelf ervoor ga pushen. Want, oh ja, want dat moet ook nog. Ik werk het best vanuit willen, niet vanuit moeten. En hoe meer ik schakel naar wat wil ik nu doen, wat mag ik nu doen, waartoe voel ik me geïnspireerd, uh, hoeveel energie heb ik, waarvoor wil ik die energie inzetten, word ik zoveel effectiever. Dus. Dat is belangrijk. Weten wat voor jou echt prioriteit heeft. Um, en je daar ook naar gedragen. <laughs> dat is namelijk een ander verhaal. Um, rust inplannen in je dag. Echt jezelf op één zetten. Zorgen dat jij en jouw energie op één staan. Dat jij dat... Als jij minder lekker in je vel zit, ben je minder effectief. En er zullen dagen zijn waarop je bijvoorbeeld gewoon bagger hebt geslapen. Uh, je denkt, oh, ik heb zoveel taken op mijn lijstje staan. Weet je, ik ben vannacht, nou echt, dat is een mooi voorbeeld. Afgelopen nacht heb ik het grootste deel van de nacht in het bed van mijn zoontje geslapen. Hij lag in mijn bed, ik, heb, ik ben in zijn bed gaan slapen omdat hij gewoon ontiegelijk snurkte. <laughs> ik kon gewoon niet slapen. Door. Dus heb ik een topnacht gehad. Nee, want hij heeft dan ook nog zo'n plastic hoes over zijn uh, bed heen voor het geval dat uh, een, keer, een keer een ongelukje gebeurt. Dus het was gewoon, het was heel warm. Nou ja, anyway, ik zal niet te veel op de details ingaan, maar ik heb niet mijn beste nacht gehad. Dus ik heb vanochtend ook bewust ingecheckt om wat wil ik vandaag doen. Nou, ik had uh, een, een heel fijn uh, klantgesprek. Want vandaag is het dan toevallig woensdag, niet mijn standaard dag om filmpjes op te nemen, maar ook daarin. Ik wijk af van mijn planning wanneer ik daar zin in heb. Um, gisteren heb ik namelijk het commitment gemaakt met mezelf. Uh, en ik heb het ook op social media gedeeld. Dat wil mij ook wel eens helpen om het ook echt te doen. Dat ik vandaag ook nog een filmpje wilde opnemen. En dus ik heb vanochtend weer ingecheckt. Na mijn sessie ook voelt het nu goed om dit op te nemen. Ja, ik heb er zin in. Nou, ik hoop dat je dat terugziet ook in de video. Ik vind het leuk om dit op te nemen. Dus doe ik dat. Want mijn agenda heeft die vrijheid. Um, maar heb ik, heb, zit ik op mijn allerbeste in mijn energie vandaag niet? Nee. Dus ik uh, besteed die energie ook effectief en ik besteed extra tijd en aandacht aan het opbouwen van die energie voor zover ik dat vandaag kan. Um, want hoe meer je daarin schakelt en hoe meer je jezelf geeft wat jij nodig hebt. Ik heb het al vaker gezegd, maar echt, het is zo, zo, zo belangrijk. Uh, dan ga je gewoon vanzelf zien dat jij beter gaat functioneren. Um, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus zo krijg ik gedaan wat ik gedaan krijg. Um, ja, ik heb niet een heel team om me heen. Um, nee. Ik heb niet een heel team om me heen. Ik ben gewoon iemand die het in zijn eentje uh, regelt. Zou ik hulp in kunnen schakelen? Ja, ik vraag af en toe dus ook ondersteuning van mijn man om mijn pakketjes weg te brengen. Um, en op dit moment in mijn leven en in mijn onderneming vind ik het fijn zoals het op deze manier gaat. Gaat daar een keer verandering in komen? Vast wel. Maar op dat moment ga ik daar ook natuurlijk verandering in aanbrengen. Um, mocht je afvragen hoe, hoe fanatiek ik ben met het doen van mijn huishouden... daar een iets minder... ik vind dat gewoon minder belangrijk. Oprecht. Ik, uh, ik denk wel eens van... oh, ik zou echt wel iets vaker mogen stofzuigen. Um, maar dat is dan maar zo. Want het, het, haalt, niet, het haalt mijn levensgeluk zeg maar, niet omlaag. En op het moment dat ik wel denk van... oh, nu ga ik het aanpakken... dan pak ik het ook aan, dan ben ik blij met het resultaat... en dan is het ook prima... Dus ik heb niet een heel spik en span huis. Um, het is ook geen grote ben trouwens, gelukkig, want daar kan ik ook niet tegen. Maar ja, ik heb dat gewoon ergens in mijn prioriteitenlijstje gezet. En dat staat niet super bovenaan, omdat ik het niet het meest belangrijk vind. En ik heb dat misschien wel anders meegekregen. Hè? Want uh, het huishouden moet je dan en dan en dan en dan doen. Voor mij werkt dat niet op die manier. En voor andere mensen wel. En, ik wil je vooral heel erg aangeven dat je het op jouw manier mag doen en dat je die manier ook mag ontdekken. Want wanneer je dat doet en je daarna gaat gedragen, word je zoveel efficiënter. Maar heb je ook heel veel meer plezier in datgene wat je doet? En die dingen die jou iedere keer weer leegzuigen voor je gevoel, daar kun je je afvragen: is dat wel wat jij zou moeten doen? En is er een manier waarop je dat ook niet hoeft te doen? En wees daarbij heel eerlijk naar jezelf. Van, um, ligt het aan de taak dat die gewoon niet bij mij past, of kom ik opdagen op een manier waardoor het mij heel veel energie kost? Want in dat laatste geval dan heb je een patroon aan te pakken um, en niet zomaar die taak te laten vallen. Nou, ik hoop dat dit je heeft geholpen. Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk om, uh, ja, om je daar een inkijk in te geven. En uh, mocht je aan de hand hiervan vragen hebben, laat het me zeker eventjes weten. Want ik, uh, ja, ik vind het leuk om uh, met je mee te denken. Um, ja, en als je behoefte hebt aan meer tools om ook echt tot jezelf te komen. En meer te gaan voelen. En meer echt voor jezelf te kunnen kiezen. Ik heb uh, op mijn website een gratis Inner Work toolkit staan. Die kun je. Um, als je je naam en mailadres invult, kun je die downloaden uh, en daar heb je um, twee krachtige visualisaties en een korte breathwork sessie om echt veel meer in je systeem dus die rust in te brengen. En uh, ja, ik denk dat dat je zeker zou kunnen helpen. Dus daarvoor ga je naar MorenkaBill.nl. Dan zie je hem op de homepage al staan en uh, ja, dan wens ik daar heel veel plezier mee. Dank je wel.